Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Dat is erg belangrijk. Dus hier zegt het woord, en het begint al met opdat je kan heersen. En dan zegt het woord verder, we zijn meer dan overwinnaars. En weet je, wanneer God iets zegt, dan is het zo. Gods woord is Gods woord. Eens zei, ik dacht apostel Waakzaam, zei ik een keertje hier, if God attacki. Dat heeft me zo bezig gehouden, if God attacki. Hij weet, en ook had een keer profeet Dimitri op weg naar zee, had ook een dienst. Ik zat erbij, het was een profetische dienst. En hij ging naar, ik ga die teksten niet allemaal lezen, want allemaal niet te veel teksten. Hij ging naar een tekst, ik dacht in Lucas, waar Jezus mensen had bediend. En hij kwam aan het strand. En zijn discipelen, die waren erg vermoeid. Ze hebben gevist de hele avond. Ze hebben niets gevangen. Ze hebben niets gevangen. En Jezus zegt, ga terug, ga naar het diepe. En profeet Dimitri zei, ook ja, volgens hem zullen ze hebben gezegd, ik heb je nooit zien vissen. Nooit meer zien vissen. Wij hebben die ervaring. Wij hebben die ervaring, maar je hebt nooit gevist. Hoe kan je ons zeggen om daar te gaan? En u weet, in diep water vang je geen vis met die netten die je in shallow water gebruikt. In nearshore. In diep water kan je geen vis vangen. Maar Jezus zegt, ga daar naartoe. Petrus zegt, ja, we hebben de hele avond gevist, we hebben niets gevangen. We zijn ervaren, we zijn dit en dat, we zijn dat. Maar dan zegt hij, maar omdat u dat zegt. Maar omdat u dat zegt, zullen we het doen. En vanochtend keek ik ook naar een video van de apostel. God is God van het onmogelijke. Nou, in het diepe vang je niets met die netten die ze daar gebruiken in shallow water. Maar vreemd genoeg, omdat Jezus het heeft gezegd, vingen ze heel veel. Het onmogelijke werd mogelijk voor de mensen. Geef klappen. Geef de Heer een klap. Geef de Heer een klap. Want dit is een bijzonder ding. Dus de Heer zegt, we zijn geschapen opdat wij heersen. Verder zegt hij, jullie zijn meer dan overwinnaars in Christus. Het punt is nu dat wij in de eerste plaats het woord moeten geloven. Dat staat er, we zijn meer dan overwinnaars. Dus we kunnen met opgeheven hoofd door de straten lopen. We hoeven niet te vrezen. Trouwens, 2 Petrus 1, vers 7 zegt ook, we hebben niet gehad een lafhartige geest, maar een geest van kracht. We hoeven niet te vrezen, God zegt, we hoeven niet te vrezen. En weet u, de aanvallen die we krijgen, zijn aanvallen uit het geestelijke. De Bijbel zegt ook verder, dat
Dat moet zijn in Marcus. Ik dacht in Marcus 6. Nou, laat het maar. Ik heb het wel hier ergens. Maar het gaat erom. Ik heb u macht gegeven om te trappen op slangen en schorpioenen. En niets kan je overkomen. Dus God zegt daar dat wij macht hebben, dat wij overwinnaars zijn en dat wij die overheden, die overheden, die wereldbeheersers, dat we die kunnen overwinnen. Maar we hebben een wil. En die wil, en dat is het namelijk. Wil je die keus maken om in overwinning te zijn? Of wil je die keus maken om in nederlaag te zijn? Dus dat is het punt. De keus, kijk, ik heb de keus gemaakt voor mezelf. Wat er ook op mijn weg komt. En er is zoveel op mijn weg gekomen. Heel veel. Maar ik heb de keus gemaakt. Ik ben overwinnaar. Ik sta in overwinning en ik laat me niet knechten. Door niemand en niets. Ik laat me niet knechten. En ik geloof dat dat de houding is die u moet aannemen. Die wij als kinderen Gods moeten aannemen. Omdat het woord van God zegt dat. Het woord van God zegt dat. Het is, en God, als het woord van God dat zegt, geeft God alle mogelijkheden dat je overwinning kan zijn. Maar veel ligt aan jou. Veel ligt aan onszelf. Dus het is de keus die we maken. Staan we in overwinning of staan we niet in overwinning? En je ziet ook vaak dat kinderen Gods het hoofd laten hangen. Door alle omstandigheden laten ze het hoofd hangen. Ik kan me voorstellen. De situatie rondom ons hier is niet makkelijk. Is niet makkelijk. Maar ik wil u bemoedigen. Ik wil u bemoedigen. Het woord zegt, we zijn meer dan overwinnaars. Kies om meer dan overwinnaar te zijn. Er is altijd licht. Er is altijd licht. God is een God van het onmogelijke. En God kan het onmogelijk mogelijk maken. Voor hen die van hem houden. Voor hen die hem liefhebben. Daar gaat het eigenlijk om. Nou, ik wil met u gaan naar... Ik wil met u gaan naar Joshua. Ik wil drie mannen Gods even kort bespreken. Joshua is nummer 1. De tweede is Simson. De derde is Gideon. Joshua was een overwinnaar. Als je het verhaal van Joshua leest, is het alleen maar over overwinningen, overwinningen. En het heeft me zo geïnspireerd. Ik vond het zo geweldig wat daar. En die man, Joshua, hield vast aan God. En het altijd de overwinning, overwinning, overwinning. Joshua werd door Mozes, de naam Joshua komt van Mozes. Mozes gaf hem de naam Joshua. En Joshua, dat lazen we later, was voorbestemd om het volk te brengen naar het land dat beloofd is. Het beloofde land. Dus hij moest klaargemaakt worden door God om het volk te brengen naar het beloofde land. En he was willing. En ik geef even een achtergrond. Trouwens, hij komt uit het geslacht van Jozef. Hij komt helemaal uit het geslacht van Jozef.
hij kwam ook uit Egypte. En hij was een ijverig man. En in de woestijn viel hij op bij Mozes. Mozes zag hem. Hij weet wanneer de voorganger u ziet. En die voorganger roept, heeft God dat gedaan. Dus God riep Joshua door Mozes om bij te staan. Hij werd legerleider. Hij had de kwaliteiten, capaciteiten, hij werd de legerleider. En hij moest vechten tegen de Amalekieten. En Mozes stond op de berg. En Joshua met de Israëlieten in het dal vechten tegen de Amalekieten. En Mozes zei, wanneer Mozes zijn hand en de staf van God. En dat is weet je, een staf van God is autoriteit. De autoriteit. Wanneer de autoriteit omhoog gaat, wonnen Joshua en de Israëlieten. Wanneer de hand omlaag ging, verloren ze. Uiteindelijk hebben ze gewonnen. Uiteindelijk hebben ze gewonnen. Maar in Deuteronomium 17, 14, zegt de Heer tegen Mozes. Schrijf dit op in het boek. Schrijf dit op in het boek en prent het Joshua in. Met andere woorden, God zegt tegen Mozes, zeg Joshua, ik heb het gedaan. Niet hij, ik heb het gedaan. Dus schrijf het op dat, en zeg hem, print het in, dat ik de gedachtenis van de Amalekieten heb weggevaagd. Ik ben het. En wij moeten dat onthouden. Omdat God zegt, hij doet het voor ons. En als je ziet, Exodus en in Joshua, zegt God, ik ga voor u. Ik strijd voor u. Al de volken drijf ik voor u uit. Hij heeft het gedaan. En weet u waarmee we soms zitten? En daarom is het goed dat God dat heeft gedaan. Soms zitten we wanneer we overwinningen halen. Wanneer we succes halen. Dan hebben we de neiging overmoedig te worden. Dan gaat het overmoed over in hoogmoed. En dat is het gevaar. Een gevaar dat we voorzichtig moeten zijn en erkennen dat God het doet. Niet wij doen het. Want anders de menselijke natuur is, mi weet ik veel wat. Maar God zegt in Psalm 127:1, hij wederstaat de hoogmoedige. En het zijn de nederigen die hij verhoogt. Weet je, Joshua heeft zich altijd nederig opgesteld. Hij was legerleider. En op instructie van God heeft Mozes hem gemaakt tot dienstknecht. Hoeveel van ons zouden dat accepteren? Ik ben minister, ik ben dat, maar je wordt een dienstknecht. Maar Joshua begreep het,
Dat hij, en want hij heeft het ook gegrepen, hij heeft niet gezegd, hij heeft niet tegengestribbeld. Hij is meegegaan, omdat hij daar zag dat hij ervaring zou opdoen van een grote man Gods. Hij zou ervaring opdoen. En hij had, doordat God hem klaar bezig was klaar te maken. Dus als legerleider maar heeft God hem alvast klaargemaakt om leiding te geven. Hij was bij Mozes en hij leerde van Mozes alle strategieën. Wij, mensen, die kijken soms naar onszelf. Wij gaan soms onze eigen dingen ontwikkelen. We kijken niet naar ervaring en strategieën van anderen. Kijk, in Joshua zegt Joshua al tegen het volk, kijk wat naar Mozes. Hij verwijst steeds weer naar Mozes. Kijk wat God door Mozes heeft gedaan. Alleen maar om het geloof op te bouwen bij deze mensen. Wij zouden zeggen, sommige mensen, vaak bij jongeren gebeurt het ook, ach, de Oroman die ze. Zet door leer mee, de Oroman die ze. Ze schuiven de oudere mensen weg. Ze schuiven de ervaringen weg. En proberen hun eigen weg te gaan. En dan falen ze. Maar Joshua, die keek naar de strategieën van Mozes. En Joshua wist steeds dat Mozes. Waarom? Ook omdat Joshua wist wat de Heer tegen Mozes zei. Omdat hij was dicht bij Mozes. Hij was in de tent met Mozes. Hij hoorde de conversatie met God. En zo leerde hij te vertrouwen op God. En dat vertrouwen probeerde hij over te brengen op zijn Israëlieten. Op zijn volk. En hij was trouw. Joshua was trouw aan zijn leider. Maar hij was ook trouw aan God. Committed aan God. Zijn wij vaak committed aan onze leider? Zijn wij vaak committed aan God? Weet je, God zegt ook in zijn woord, je moet mij naarstig zoeken. Naarstig zoeken en mijn geboden onderhouden. God zegt ook, indien gij mij naarstig zoekt en mijn geboden onderhoudt, precies zoals ze zijn, niet afwijken, bent u succesvol. Dat zegt het woord. Dat heb ik kunnen halen uit het woord. En Joshua was de man die de Israëlieten moest brengen naar Kanaan, naar het beloofde land. Trouwens, Jezus, men vergelijkt Joshua ook met Jezus. Joshua, het woord, de naam is Yeshua. Jezus, Yeshua. En Jezus was degene die ons moest bevrijden, ons over moest brengen naar het nieuwe land. Dus eigenlijk was Joshua al een evenbeeld van Jezus. Maar goed, Joshua was een man Gods en hij was committed aan God. Hij was nederig en God heeft die nederigheid van hem gebruikt om hem te verhogen. God zegt ook in Joshua 3, vers 7. Ik zal u verhogen voor de ogen van het volk. Voor de ogen van het volk. Dat zegt mij dat ik niet mezelf moet gaan pushen om leiding te gaan geven. Ik moet niet gaan pushen. Laat God het doen. Laat God het doen. Maar daar ben ik zeker van dat ik succesvol kan zijn.
Wij houden ervan om te rushen. Rushen, ik wil leider worden. Ik wil een gemeente beginnen. Ik wil dat. Laat God het doen. Dus ik heb in dit stukje ook nog geleerd mij afhankelijker op te stellen van God. Hij zegt in zijn woord ook, ik ben nabij. Hij helpt. Weet je, als je God de ruimte geeft, als je afhankelijk opstelt van God, zorgt hij voor je. Zorgt hij ervoor dat het gebeurt. De Israëlieten kregen de overwinning. Joshua was de leider. En ze hadden allemaal respect voor hem. Want hij is door God groot gemaakt voor hun ogen. Dus ze hadden erg veel ontzag voor hem. Met andere woorden, en dat was dat ze deden, en dat zeggen ze ook in Joshua 3, zeggen de Israëlieten, wij zullen doen wat u zegt te doen. Wij gaan waar u ons zendt. Omdat ze ontzag hadden voor hem. Omdat ze wisten dat God hem groot gemaakt had voor hun ogen. Dan hadden ze ontzag voor hem. En ze deden wat hij wilde. Althans, in de strijd. En omdat ze allemaal zo ontzag hadden voor hem, was er een eenheid, was er eensgezindheid. We moeten optrekken. Joshua zegt, we moeten optrekken, we gaan. Want God gaat voor ons. En dat is die houding die wij vaak ook moeten hebben. Soms nemen we dingen als granted. Soms zeggen we nemen als dingen als granted en zeggen, ach, het gaat. Maar die eensgezindheid is van belang. En het ontzag voor God is van belang. Dat is uitermate belangrijk. God zegt tegen Joshua, jij leidt het volk. Jij neemt over van Mozes. Ja, jij neemt over van Mozes. Maar dan zegt hij in Joshua 1, vers 8, 9, begin bij 7, wees sterk. Dat is een voorwaarde. Wees sterk en moedig. En dit woord, dit boek zal nooit meer wijken uit uw mond. Dus God zegt dan, mijn woord moet je bij je houden. Je moet mijn woord memoreren. En je moet mijn woord tot jezelf maken. En elke stap die je onderneemt, onthoud mijn woord. Laat mijn woord jou leiden. En dat wil ik meegeven ook aan iedereen. De Bijbel, Gods woord. De Bijbel is Gods woord. En in de Bijbel staan de instructies van God. In de Bijbel kunnen we ook vinden wat het karakter van God is. In de Bijbel kunnen we ook vinden wat God leuk vindt en wat God niet leuk vindt. En hoe je succesvol kan zijn. Want God zegt ook, als je dat doet, Joshua, ben je succesvol. Je zal op al je wegen zal je slagen. Om eerlijk te zeggen, is ook mijn verlangen. Dat ik op al mijn wegen zal slagen. Dat is mijn verlangen. Maar ik heb maar eens een voorwaarde. Een voorwaarde is, ik moet kiezen om God serieus te dienen. Ik moet kiezen om het woord van God tot van mij mee te maken en mij vast te houden aan het woord.
Want dat woord is waarheid. Niets anders is. Het woord van God is waarheid. Amen. Dus op die wijze, daardoor was Joshua succesvol. En met hem natuurlijk de Israëlieten. Want ze zeiden ook, wij doen wat u wil, wat u zegt, wij gaan waar u zegt dat wij gaan. Dus ze waren succesvol. Ze moesten strijden, ze zijn over de Jordaan getrokken. Ze kwamen de Kaanieten tegen, ze hebben gestreden. Ze hebben gewonnen. Rust. Rust. Joshua was een man van geloof. En je kan de strijd aangaan als je gelooft. Je geloof moet je activeren om de strijd aan te gaan. En dat wil ik ook meegeven. Dat wij hier allemaal, we moeten gaan streven naar geloof. Ons geloof te gaan activeren. Ons geloof te vergroten. En als we het geloof willen vergroten, kijk naar de Bijbel. Lees de Bijbel. Lees naar de grote daden die God heeft gedaan. Amen. Met andere woorden, overwinning krijg je door geloof. Eén probleem voltrok zich in die periode van Joshua. Eén probleem. Toen Jericho was ingenomen, had God gezegd, en misschien kan ik dat even projecteren. Momentje hoor, het is. Ja. Nou. Ja, toen Jericho was ingenomen. Jericho, ja. Ze moesten alles met de band slaan. Niemand mocht iets nemen, afblijven. Afblijven van dingen. En dat probleem hebben wij ook hoor. Dat wij wel eens kijken naar de mooie dingen. Al zegt God blijf af. We kijken wel eens naar de mooie dingen. En Achan, die had stiekem wat genomen. Stiekem heeft een paar dingen genomen. Niemand wist het. Heeft het verborgen. Het ging in Ai. Ja. Het ging om Ai. Heeft dat nou verborgen. En wat gebeurde er? De Israëlieten die verloren de veldslag. En Joshua vroeg zich ook af. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Altijd een overwinning. En plotseling heb je weer iets, een tegenslag. En hij gaat smeken, hij praat met God. God zegt, ga naar Achan. Kijk wat Achan heeft gedaan. Achan heeft gezondigd tegen God. Hij heeft Gods geboden overtreden. En het gevolg daarvan was dat het gehele leger werd verslagen. Wat ik hiermee wilde aangeven, is dat je, als je in een gezelschap bent, als je in de gemeente bent, zie af van zonde. Breng geen zonde in de gemeente, bewuste zonde in de gemeente. Want wanneer die zonde komt in de gemeente, in 1 Korinthe, zoveel staat ook, als één lid leidt, ik hoef niet 12 geloven, als één lid leidt, leidt ook de rest.
Ja, net meer. Dus Achan heeft gezondigd. De zonde heeft doorgewerkt naar de rest. De rest is verslagen. Als de gemeente, als wij komen met zonde, bewuste zonde in de gemeente, dan missen we de glorie van God in de gemeente. Dan kan God niet doen wat hij wil doen in de gemeente. En dat komt dat misschien één persoon een zonde, iets heeft gedaan tegen God. Gezondigd tegen God. En dat, daarom, ik probeer dat. Althans, ik probeer dat. Daarom wil ik u vragen. Probeer ook in de gemeente, laten we zeggen, heilig te zijn. Niet alleen in de gemeente, maar probeer een heilige houding op na te houden. Een reine houding. Want als u dat doet, verontreinigt u de rest. En dan kan God niet komen van wat hij wil doen. Joshua is het te weten gekomen. En wat heeft Joshua gedaan? Joshua heeft de hele familie van Achan vernietigd. Zijn kinderen, zijn vee, zijn zonen, zijn schoondochter, alles vernietigd. Weggevaagd van de aardbodem. Dus hij was ook radicaal. Joshua was radicaal. Die zonde moest met tak en wortel worden uitgehaald. Dat heeft hij gedaan. Wij, en ik wil u meegeven, en ik spreek tot mezelf hoor. Ik spreek niet tot mezelf. We moeten trachten de zonde in ons, al is het wat wij zeggen kleine zonde, laten we proberen af te rekenen mee. In Hooglied 2, vers 15 staat, vang mij de kleine vossen. Weet je, een vos is een sluw beest. Hij maakt overal gaten. We kennen geen vossen in Suriname, maar de beschrijving zegt, ze maken overal gaten. En wanneer ze gaten maken, dan valt het fundament in elkaar. Dan valt het. En de Bijbel zegt, vang mij de kleine vossen. De kleine vossen worden grote vossen. Dus probeer die kleine al radicaal weg te doen. Alleen maar omdat je de ruimte hebt om je dingen te doen. Dat er geen zonde is. Vang mij de kleine vossen. Ik heb ook kleine vossen. Maar ik probeer te onderzoeken, waar zijn ze? Onderzoek uzelf ook. Waar zijn de vossen? Waar zijn ook verborgen zonden? Waar zijn de verborgen zonden die u lastig kunnen vallen? We moeten elkaar onderzoeken. Willen we in overwinning staan? Willen we overwinning behalen? En willen we in overwinning staan? Dan moeten we elkaar ons onderzoeken om te kijken waar die kleine dingen zijn. En daar moeten we radicaal mee afrekenen. Amen. Radicaal mee afrekenen. Anders blijven we maar sukkelen. Maar sukkelen. Als je het niet kan, waar zijn anderen? Er zijn pastors, er zijn ouderlingen. Er zijn overigens andere gelovigen die elkaar kunnen ondersteunen. Want we moeten elkaar ondersteunen. Dit leven vraagt ondersteuning. Ondersteuning. Van, nu kom ik even, had ik niet gepland, even op. Mensen gaan zonder, kinderen gaan zonder brood naar school. Weet je, als kinderen, als mensen honger hebben, men zegt wel, a hungry man is an angry man.
En ik geloof ook dat veel van de misdaden die plaatsvinden, komen doordat mensen in armoede zitten. Ze zien het niet zitten. En daar is namelijk het punt dat wij als gelovigen de hand moeten uitsteken naar elkaar. We moeten elkaar ondersteunen en helpen om over deze zaak heen te komen. Amen. Toen Joshua de rust was teruggekeerd, begon Joshua volgens de opdracht van God het land te verdelen. Elke stam kreeg zijn deel. En dat werd gedaan per lot. Niet dat Joshua keek naar Edima. Die heeft een mooi gezicht, dus die geef ik dat. Zonder aanzien des persoons. Ze kregen een lot en er werd verdeeld. Er werd recht gedaan. Weet je, God houdt niet van onrecht. God houdt van recht. En Joshua wilde recht doen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar Joshua moest ook uiteindelijk ook zijn erfdeel hebben. Maar hij heeft niet genomen. Joshua heeft niet genomen. Vaak, en dat zien we om ons heen, dat mensen in positie, mensen in leiding, zorgen ervoor dat zij het beste krijgen. Dat heeft Joshua niet gedaan. Het volk, in opdracht van God, het volk heeft Joshua gegeven wat hij moest krijgen. Hij heeft zijn hoofd gebogen en heeft dat genomen. Het erfdeel, iedereen heeft erfdeel gehad. En God heeft gezegd, heeft belofte gedaan dat iedereen zijn erfdeel kreeg. God heeft ook gedaan, iedereen is overwinnaar over zijn eigen erfdeel. Dus elk terrein van jouw leven heeft God, ik ga altijd het anders zeggen, God heeft ons gemaakt om overwinnaar te zijn van elk onderdeel, elk deel van ons leven. Dus wij zijn in staat om elk deel van ons leven te beheersen, te overwinnen. Hebben we onze gedachten, de vijand valt in onze gedachten aan, we kunnen dat overwinnen. De vijand valt soms aan in ons gemoed, dat kunnen we overwinnen. De vijand valt aan, bijvoorbeeld, je wil de Bijbel lezen, maar plotseling slaap, je kan het overwinnen. God heeft je die macht gegeven. God geeft je die kracht om te doen. Dan hebben we nog even ten aanzien van Joshua. Joshua heeft gewonnen, rust. Mensen hebben hun erfdeel gehad. En toen zei Joshua iets. En ik heb het van tevoren al gezegd. Hij zei ook, kies wie u zult dienen. Je hebt die grote werken van God gezien. Je hebt gezet die overwinningen die God heeft gebracht. Niet die ik heb gebracht, maar die God heeft gebracht. Je ziet die overwinningen. Kies heden. Wie ga je dienen? Ga je God dienen? Of ga je Baal dienen of de goden van de afgoden van de volken waar je bent. Kies. Dat zeg je. Overwinning is een keuze. En Joshua heeft ze gezegd, kies. En ze zeiden tegen Joshua, wij kiezen voor God. Wij kiezen voor onze God. Maar na de dood van Joshua was het weer toestanden. Weet je, want de oude zonde bij de Israëlieten
was rebellie. Rebellie. Ze hebben altijd, dus nadat Jozua dood was, zijn ze overgegaan naar rebellie. Dat is ook iets wat wij moeten vasthouden. Als de voorganger niet in de buurt is, moeten we niet doen alsof hij, nee, moeten we niet doen naar ons eigen inzichten. Vele kinderen Gods denken ook, ik ben bekeerd. Ja, ik ben bekeerd. Dus niets kan me aandoen, niets kan gebeuren. Ik kan soms zondigen, ik ga vergeving halen, vragen bij God. God vergeeft, maar bekering is geen vrijbrief voor losbandigheid. Iets wat we ook moeten kijken, in Micha staat het, Micha is geen vrijbrief voor losbandigheid. En vaak zien we dat onder kinderen Gods plaatsvinden. En we moeten terugkeren. Als kinderen Gods moeten we terugkeren op het fundament. En het fundament is Jezus. Jezus is de stabiele factor. We moeten terugkeren. En alles wat onze relatie met God, onze relatie met de Heilige Geest, in de weg kan staan, moeten we loslaten. Moeten we loslaten. Maar goed, laten we even snel gaan naar... Jozua zei op het laatst, toen hij het erfdeel had verdeeld, alles verdeeld, en dan zegt hij in Jozua 21, vers 45, niet één van alle goede beloften die de Heer aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Dus wanneer God iets zegt, hoef je niet te twijfelen. God heeft ze beloofd het land in bezit te nemen en heeft ze gegeven. Niets, geen enkele belofte is onvervuld gebleven. Het is iets wat we moeten weten. Als God iets zegt, gebeurt het. Amen. Een laatste wil ik nog even. Ik wil even gaan naar Simson. Heel kort. Heel kort. U kent het verhaal van Simson. De sterke man moest zijn haar laten groeien. En uiteindelijk ze hebben zijn haar geknipt. Dood. Maar je ziet, Simson heeft zijn ouders niet gehoorzaamd. Want hij is gaan trouwen met iemand die niet de favorite was van zijn ouders. Hij heeft zijn ouders niet gehoorzaamd. Dat is één. Hij is in een leeuw, heeft hij honing, hij was bij in een leeuw, in een karkas, honing genomen, heeft hij die honing gegeten en aan zijn ouders gegeven. Hij heeft niet gezegd waar ze vandaan komen. Die honing was lekker zoet. Lekker zoet. Maar doordat hij het heeft genomen, is de onreinheid in hem gekomen. In zijn ouders ook. Onreinheid in hem gekomen. Weet je, al is het zo mooi wat u ziet. Al is de omgeving zo prachtig. Al is een cadeau zo mooi. Daar kan een gevaar in zitten. Kan een gevaar in zitten. Daarom moet je de Heer vragen om een geest van onderscheiden, een scherpe geest. Want we moeten kunnen onderscheiden als dat mooie ding niet een gevaar inhoudt. En Simson was zo geweldig, krachtig. Hij is goed begonnen, maar hij begon zichzelf te verontreinigen. En langzamerhand is het doorgedrongen in hem. Langzamerhand
begonnen die oude zonden door die onreinheid naar boven te komen. En hij had de begeerte voor vrouwen. Hij heeft Delilah getrouwd met Delilah. En hij had een zwak uiteindelijk. Delilah zat maar te kletsen aan zijn hoofd. Van waar is het geheim? En uiteindelijk is hij gezwicht. De vijand, vaak zit de vijand te stoken. En wij bieden tegenstand. Maar die tegenstand wordt steeds zwakker en zwakker en zwakker. Totdat de vijand ons pakt. En ons vernietigt. Dat is gebeurd met Samson. Hij is ongehoorzaam geweest aan zijn ouders. Hij is verontreinigd geweest. En hij trouwens is hij overmoedig geworden. Want hij was sterk. Hij is overmoedig geworden. En dat was zijn dood. Weet u, overmoed is onze dood. Hoogmoed is onze dood. Misschien niet letterlijke dood, maar onze geestelijke dood. God kijkt niet naar mensen die overmoedig zijn. God kijkt niet naar mensen die hoogmoedig zijn. Willen we een relatie met God? Vooral in deze tijd, in deze eindtijd, is het dringend noodzakelijk serieus te zijn met God. Serieus God te volgen. Serieus te zijn om een relatie met God te hebben. Dan kunnen we overwinning staan. Want in deze tijd, in deze moeilijke tijd, in deze laatste der dagen, zullen allerlei valse profeten opkomen. Er zullen valse leraren opkomen. Er zullen allerlei dingen, verleidingen komen op ons weg. Als wij niet vasthouden aan God, zijn we verloren. Amen. En ik wil u meegeven. De boodschap die ik wil meegeven. Kies voor de overwinning. Kies je voor de overwinning, betekent je kiest voor God. Je kiest serieus te zijn voor God. Amen. En als je serieus gaat met God, als je kiest voor die overwinning, zal je voorzichtig zijn te zondigen. En als je misschien hebt gezondigd, God vergeeft je. Kan je vergeven. Hij vergeeft je. En hij werpt de zonde weg, zover de oosten is van het westen. God is genadig. God is barmhartig. God let op ons. En God wil ons een overwinnend leven geven. En hij vraagt ons beschikbaar te stellen. Hij vraagt ons om een relatie met hem te hebben. Opdat hij ons dat overwinningsleven kan geven. Amen. Wees gezegend.